Oké, jongens en meisjes, het zat eraan te komen. Het zat eraan te komen dat ik eraan moest toegeven naar zoveel vragen, naar zoveel reacties van mensen die zeiden, joh, je moet het doen. Als je het niet doet, zal de wereld vergaan. Oké, dat ook weer niet, dat is een beetje overdreven. Ik bedoel, het blijft natuurlijk maar gewoon een spelletje. Nevertheless, je boy DutchTuber is terug met Minecraft Skywars. Het heeft een lange tijd geduurd voordat ik dacht van, weet je, ik ga er gewoon aan toegeven aan de honderden reacties van mensen die het me vragen. En ik ga gewoon weer Skywars op mijn YouTube kanaal doen. Het is een lange tijd geleden, dus ik ga ervan uit dat ik niet meer zo goed ben als dat ik vroeger was. Ook al was ik vroeger ook gewoon een noob, maar ik moet zeggen dat ik soms wel echt gekke wins had. Nevertheless, als jullie dan willen dat Minecraft Skywars iets nieuws, of eigenlijk iets ouds, maar toch weer nieuws op mijn kanaal wordt. Als jullie willen dat ik Minecraft Skywars weer vast op mijn kanaal ga spelen, dan wil ik super veel blauwe duimpjes op deze video zien. Eigenlijk interesseren likes mij echt gewoon geen f***. Maar in dit geval is het best wel nice om te zien dat jullie het leuk vinden. Dus like, abonneer en laten we gaan beginnen. Skywars. Ik weet trouwens dat ik helemaal geen kit heb. Omdat ik namelijk een nieuw Minecraft account heb moeten aanmaken. Omdat ik mijn oude wachtwoord vergeten was. Dus ja, ik ben echt een noob op dit moment. Oh shit, waarom neem ik dit ook midden in de nacht op? Gewoon echt niemand gaat nu waarschijnlijk joinen. 6.5 hours later. Oké, jongens, ik heb echt het meest shitty pakket ooit. Maar ik kan er gewoon even heel erg weinig aan doen op dit moment. Want ik heb dus gewoon geen YouTubers rank meer. Voor zover ik dat zo kan noemen. Was het een YouTubers rank? Ik geloof het wel. Nevertheless, laten we gewoon even simpel beginnen. Het is zo lang geleden. Ik heb het ook veel te hoog staan, zeg maar, dat het beeld zo ingezoomd is. Ik word er nu al echt helemaal gek van. Is niet... Oeh, ik heb wel een diamond sword. Oké, dat is op zich een lekker begin. Oh my god, jongens. Echt, alles gaat 10 keer zo langzaam als in het begin. Ik moet echt weer doorkrijgen hoe dit ook weer allemaal gaat werken. Oké, ik heb op zich redelijk goede loot, I guess. Dus wat ik ga doen... Hé, ik moet die shit even lager zetten, man, want ik word echt gek hiervan. Is dat dit? Oh ja, dat is dit. Oké, jongens, ik ben back in business. Laten we gewoon als allereerst naar de persoon gaan die naast ons zit. Ik hoop dat ik trouwens geen eieren heb, want dan ben ik gewoon letterlijk in één keer al de pineut. Oké, wacht, heb ik een bel? Ik heb een bel inderdaad. Oké, is hij daar? Hij is daar. Heeft hij nou full diamond gear? Oh, hij heeft full diamond gear. Oké, dit kan nog wel eens spannend gaan worden. Maar dus je boy DutchTuber en je boy DutchTuber, die heeft altijd één iets wat hij al zijn hele leven zegt tijdens het spelen van Skywars. Skywars is geen Skywars zonder risico's. Was dat het? Ik geloof het wel. Maakt verder niet uit. Oké, we pakken dit. We zorgen ervoor dat we genoeg plankjes hebben. En oh my god, waarschijnlijk heeft hij me al lang door deze guy. But I don't give a F because we want to kill him. We want to kill him. We want to kill him. Oké, ga ik gewoon de YOLO? Ik ga de YOLO gooien. De YOLO is een welbekende move van je boy DutchTuber in Skywars. En meestal gaat hij fout, maar in dit geval gaat hij goed, hoop ik. Gaat hij goed? Ja, oké, hij is naar beneden gevallen. Dat, oh ja, skimmings. Ik zie mannen skimmen. Dit is gewoon letterlijk gebaseerd op mijn leven. Mannen skimmen all the way. Mannen skimmen mijn hele leven al. Oh nee, waarom skimmen mannen altijd op mij? Waarom word ik altijd geskimd? Nee, ik wil niet geskimd worden. Ik wil dit winnen. Ik ben echt even in die vibe dat ik nu ook gewoon echt wil winnen. Ik wil mezelf bewijzen tegenover jullie dat ik het nog steeds heb. Nee. Ah, hij eet die golden apple. Oké, kom op. Het kan nog. Hij had een golden apple. Als hij die niet gegeten had, had ik gegarandeerd gewonnen. Oké, jongens. We zitten in de glasmap. Alles is hier lekker doorzichtig. Dus dat is een stuk fijner, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar we zullen het zien. Oké, even kijken. Wij zitten hier zo. En het midden is één grote, huge-ass glazen bal. Daar zouden we op zich naartoe kunnen gaan. We zullen het zien, man. We're gonna do this. Oké, 3, 2, 1. En let's go. Oké, ik ben ready, steady to go. Laten we gewoon... Oh, nee, wacht. Hier, deze mag je niet openmaken, toch? Nee, ik geloof dat je die niet mag openmaken, want dan ontploft de boel. Dus laten we dat sowieso niet doen. Oeh, oké. Ik heb op zich redelijk goede gear. Laten we dit even allemaal aantrekken. Heb ik toevallig nog wat bouwblokken? Ja, die heb ik ook. Oké, dat is fantastisch. Ik heb alleen niet zo goed zwaard. Wacht, ik ga hier toch even naar boven. Want voor hetzelfde geld zit hier een diamond sword. En daar zou ik best wel heel veel aan hebben. Inderdaad, kijk eens aan. Een golden apple. Die moet ik ook even goed gebruiken, jongens. Want net ging ik namelijk dood omdat die guy een golden apple nam. En ik was daar niet op voorbereid. Oké, even kijken. Heb ik iets anders? Heb ik nog een helm? Die heb ik ook nog. Oké, dan moet ik op zich nu naar de overkant kunnen gaan. Nu weet ik alleen niet of dat een slimme zet is. Want als iemand namelijk daar zo iets naar mij gooit, dan ben ik al de pineut. Ach, waar heb ik het over? Skywars is geen Skywars zonder risico's. Ik moet mezelf natuurlijk wel aan die quote blijven vasthouden. Ik weet niet eens wat mijn mindset nu zegt. Ik geloof dat dit pittig goed is wat ik hier zojuist heb gedaan. Oh my god. Wacht even. Wie gooide die appel überhaupt? Of wat? Appel? Sneeuwbal? Hey, wat was het überhaupt? Ik weet het niet. Appels kun je niet gooien in Minecraft. Dus dat was het gegarandeerd niet. Oké, wacht. Ik ben nu even een beetje in de war. Dit was echt weer zo'n typische snelle reactie die ik vroeger ook altijd had wanneer ik Skywars speelde. Zo'n echte reactie. Wanneer je zeg maar dit geluid maakt, dan weet je dat je zeg maar een snelle reactie hebt op dat moment. Dat is een goed teken. Oké, snel voordat ik afgegooid word. Oké, I got what I need. Oké, let's go. Ik hoop dat ik de goede instellingen gebruik voor deze opname. Voordat hij begint te laggen en zo. We zullen het zien. Oké, even kijken. Ga ik naar de overkant toe? Natuurlijk ga ik naar de overkant toe. Waarom ook niet? Wacht, iemand skimt op mij. Ik weet het zeker. Want anders was ik namelijk niet geraakt. Oké, weet je wat we doen? We gaan gewoon het volledige risico nemen. We gaan gewoon lekker direct naar het midden toe. Van ja, niet echt naar het midden. Maar we gaan in ieder geval even naar een van deze guys toe. Oké, ik denk dat ik deze kant op moet. Kom op. Oh, waarom deed ik dat als zonde van mijn blokken? Wat had ik niet moeten doen? Oké, snel. Overkant. Heb ik een schep? Ik heb een schep. Oké, dan verzamelen we heel even snel wat van deze blokjes. Even kijken. Oké, zijn er aan het matten of niet? Zijn ze daar bezig met z'n tweeën? Oké.
Er is al een winnaar. Oh, heeft hij me gezien? Hij heeft me denk ik gezien. Oké, snel. Ik weet niet of hij me gezien heeft. Misschien heeft hij me nog niet gezien. Oh my god, hij heeft een huge ass brug hier gebouwd ook gewoon. Nee, kom op, kom op. Ja, jammer bro. De lava was niet slim. De lava was niet slim. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee, nee. Oh, dat vind ik altijd zo naar als dat gebeurt. Dat vind ik altijd zo naar als dat gebeurt. Snel. Ja, ik ben. Nee. Oh, dat is een viespeuk. Is een viespeuk. Is een viespeuk. Is een viespeuk. Ja, jammer bro. Jammer bro. Jammer bro. Je wou je insluiten, maar het lukte niet. Je wou je insluiten, maar het lukte. Oké, het lukt misschien wel. Oké, ik ga hem alsnog pakken, bro. Ik ga je alsnog pakken, bro. Ik ben hongerig. Ik ben hongerig voor meer. En ik ga je dus. Wow, ik word zo gek van deze guy. Ja. Ik word helemaal paranoïde van deze. Are you serious? Gaat hij nou weg? Hij gaat weg proberen te komen. Oh, you're not getting away with this. Oké, ik heb hem jongens. Ik was even bang dat hij weg ging komen. Holy shit, deze guy die had echt massive loot bij zich. Ik moet zeggen dat ik niet echt vind dat ik ongelooflijk slecht ben geworden in de tijd dat ik geen Skyrim heb gespeeld. Je zou kunnen zeggen dat ik dat namelijk wel was geworden, maar dat is gelukkig niet echt gebeurd. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat ik extreem goed ben. Je weet toch, maar het gaat op zich wel oké. Nu is de vraag, hoeveel mensen zijn er nog over? Nog 3. Oké, als ik dit win, dan word ik echt zo blij. Als ik dit win, dan ben ik echt helemaal weer back in mijn habitat. Van habitat vroeger echt gewoon het leukste woord dat er was. Gewoon omdat ik niet wist wat het betekende. Ik dacht echt dat een habitat een soort van speciaal ijsje was met een hele rare smaak eraan. Doe mij maar één bottetje habitat, maar dat was het niet. Nee, het was leefomgeving, voor zover ik weet. Oké, bijvoorbeeld de habitat van Jonas de McDonald's en de habitat van Toran is de Kung Fu school en mijn habitat is ergens op YouTube. Oké, let's go. Spring, fantastisch. Ja, weet je wat het is? Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik het nu moet zoeken, want waar is iedereen? En ik weet ook trouwens nog steeds niet waarom ik een freaking houtstronk. Oeh, daar zijn ze, daar zijn ze, daar zijn ze, daar zijn ze. Oké, snel, 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 snel. Kom op. Kijk, kijk, hij heeft niks door, hij heeft niks door, hij heeft niks door, hij heeft niks door. Oh, nee, laat hun eerst matten, laat hun eerst matten. Ik ga hun eerst laten matten en dan kom ik eraan. Zeg maar, dan pak ik de overlevende hiervan. Ik ben zo slim, hè. Ik ben echt die viespeuk nu. Kijk, en nu pak ik jou. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Dat is wel de bedoeling dat ik jou ga pakken natuurlijk. En nu, terwijl, hé, bro, je moet mij nu niet killen, want dan kan je zeggen dat je een dubbelkill hebt. En dat wil ik niet. Ik wil de dubbelkill. Ik ben de man der dubbelkills. Oh, shit. Oh, shit. Ga ik me hiermee mengen? Ik ga me niet mengen, man, bro. Oh, wacht, ik ga me wel mengen. Nee, niet met z'n twee tegen mij. Niet met z'n twee tegen mij. Oké, snel, snel. Oh, dit is gewoon een triple fight. Ik ben gewoon een triple fight aan het doen. Oké, eentje eraf, eentje eraf, eentje eraf, eentje eraf. Eentje. Oké, ik heb toch wel redelijk wat kills gemaakt. En ik ben tweede geworden. Ik ben tweede geworden. Ik ben tweede geworden. Is een lekker begin voor een persoon die al een lange tijd geen Skyrim heeft gespeeld. Laten we nog een potje. Ik ben in the end. Het is zo gewoon voor mij om dan zeg maar op dit pakket te klikken. Zeg maar die Enchanted Iron Sword. Omdat ik die namelijk in eerste instantie wel had toen ik nog het YouTubers rank-achtig iets had. Hé hey, jongens, fix alsjeblieft dat ik die krijg. Ik weet niet of iemand contact kan opnemen. Ik kan eigenlijk ook gewoon contact opnemen met de Q-Curve Game Server. Ik ga dat waarschijnlijk ook even doen, want dit is best messed up. Ik voel me nu echt zo'n guy die gewoon voor de eerste keer in zijn leven Minecraft speelt en gewoon niks ervan bakt. Niet dat je per se een rank moet hebben om goed te zijn. Laten we eerlijk zijn. Het is knap als je kunt winnen zonder speciale rank. Maar ik vind het toch wel leuk om een beetje een voorsprong te hebben. Dus laten we hopen dat ik dat in een van de volgende afleveringen wel heb. 5, 4, 3, 2, 1. Het is je boy. Back in the game. Oké, daar gaan we jongens. We pakken wat we nodig hebben. We grab what we need. Gaan we gewoon die echte aanval gooien. Die ik vroeger ook altijd gooide. Gewoon letterlijk in één keer naar de tegenstander toe. Op zich kan dat nu wel. Ik ga het gewoon doen jongens. YOLO boys. YOLO boys in the building. YOLO boys in the building. 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 Ik wil je hier killen, ik wil je hier killen, want ik wil je spullen. Nee, oké, ik heb niet je spullen, maar ik heb hem wel gekild. Heeft hij alles uitgepakt? Ja, nou, hij heeft bijna alles eruit gepakt. Oké, volgende persoon, volgende persoon, volgende persoon. Ik was echt altijd op die fast moves. Je weet toch? Oh, jij bent ook op fast moves, zie ik, bro. Jij bent ook op fast moves. Jij bent op hele fast moves. Jij bent op hele fast moves. But not fast enough, bro. Not fast enough, bro. Hij weet dat hij doodgaat, hè. Hij weet dat dit het einde der tijden is, friend. Waar is die? Waar is die? Oh, daar ben je. Holy shit, hij is snel, bro. Hij lijkt wel op gekke teleportatie of zo. Oké, nice, ik heb hem. Cool. Oké, wacht even, man. Ik voel me zo geschiemd, hè. Ik weet gewoon dat als mensen weten dat DutchTuber in de game is, is het gewoon een probleem, meestal. Oh, nou ja, die is dood. In ieder geval, dat was niet echt een groot probleem voor mij. Ga ik dit halen? Tuurlijk ga ik dit halen. Het is je boy, YouTuber. Let's get it. Oké, wat heb ik nog nodig? Ik heb bouwblokken nodig. Lekker grap. Oké, kom op. Ik moet hier naar de overkant toe. Ik moet proberen deze guy aan de overkant te killen. Oeh, ik voelde iemand komen. Ik voelde iemand komen. Alsof je moet plassen en je kunt het niet meer ophouden. En je voelt gewoon die eerste druppel uit je dik komen. Dat is gewoon wat ik net ook voelde. Nee, bro. Hij is zo dom. Daar is ook iemand. Let op. Triple fight. Triple. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, nee, nee. Niet twee mannen op mij. Twee mannen. Als ik één van de. Ik haat het echt zo erg. Als het 2 tegen 1 is. Ik word echt helemaal paren daarvan. Even serieus. Jongens en meisjes. Vonden jullie het nou leuk dat ik weer een keer Skywars heb gespeeld op mijn YouTube kanaal? Kunnen jullie dat laten zien door even te liken deze video. Door deze video te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dat in de comments weten of jullie het dus ook leuk vinden. Want dan kan ik een beetje de reacties lezen. Krijg ik een beetje motivatie. En zo weet ik dat ik vaker Minecraft Skywars moet uploaden. Ik heb geen idee waarom ik als geest aan het rondvliegen ben. Maar ik vind het leuk. Ik ben gewoon letterlijk één groot vliegend stuk hout op dit moment. Creepy man. Nice play. Ja jongens, mijn nieuwe Minecraft naam is DutchTuber met 2 R's. Zoals je me ooit ziet, groet me. Tot de volgende keer en adios.